En van harte goeiedag, welkom bij deze live uitzending vanuit de studio's van DTV. Meneer Rancharam is aan de lijn, misschien kan je hem direct zetten, Berto. We starten met een nieuwe aflevering van de Nieuwe Politiek. En vandaag heb ik twee gasten, eentje vanuit het buitenland. Dat is de heer Ashwin Rancharam. En in de studio hebben wij meneer Robert Vishnudat. We gaan praten over onderwerpen, een aantal onderwerpen. Het eerste gaat over het proces. Wouters is het einde, Bouta. En hoe ziet de toekomst van de NDP eruit? Hoe kijken andere mensen buiten de NDP zelf naar de situatie? En natuurlijk willen we natuurlijk gaan praten over Suriname op zich. Laat me even de onderwerpen voor me halen, want dan zeg ik je precies waarover we gaan praten. Hoe burgerparticipatie en niets anders Suriname gaat redden. De movement Leefbaar Suriname. In de studio nogmaals hebben we meneer Vishnudat. Meneer Vishnudat, welkom in de studio bij ons. Dank u wel voor het willen komen. Meneer Rancharam is aan de lijn. We gaan het op deze manier doen. Hij probeert te bellen. Wat zei je? Oké. We gaan hem in de ether laten. Oké. Laat hem in de ether. Dan zullen wij dus dan deze uitzending. Meneer Rancharam, u bent erin? Ja, meneer Harderwijk. Goedemiddag. Ja. Welkom in de uitzending. We hebben hier ook meneer Vishnudat. Ik denk dat u op de hoogte daarvan bent. Ja, meneer Vishnudat. Goedemiddag. Meneer Rancharam. Goeiedag. Mooi. Laten we starten met u, meneer Rancharam. We hebben de uitspraak van het Hof gehoord in het 8 december proces. Meneer Boutersen is veroordeeld tot 20 jaar cel. Het OM is nu al bezig met het uitvoeren van het vonnis. Het is betekend. De uitvoering moet dus al plaatsvinden. Als we de president mogen geloven, dan gaat meneer Boutersen ongetwijfeld in de cel. Hoe heeft u gekeken naar de situatie? Ja, nou twee opmerkingen over de laatste dingen die zich ontwikkelen. Dat is het interview van de president bij een Nederlandse tv-zender, het NOS. Mm-hmm. Waarin hij toch ronduit zeg maar op de stoel gaat zitten van het OM. Ook al beweert hij in hetzelfde gesprek, in diezelfde zinnen, dat hij dat niet wenst te doen. Kijk, de president heeft met zijn uitlatingen natuurlijk wel enige verwachtingen gecreëerd. En misschien kun je zelfs doordenken en zeggen dat hij de zaak heeft zitten aanwakkeren. He, door te zeggen van dit kan niet en dat kan niet. En dan weer te zeggen dat het niet zijn werk is, maar van het OM. Ja, daarmee wekt hij wel bepaalde verwachtingen die heel vervelend kunnen zijn, heel gevaarlijk kunnen zijn. En zo zie je maar dat de scheiding van de machten in Suriname niet duidelijk is. Ook al willen we graag geloven dat het een rechtsstaat is, het wankelt aan alle kanten. Dat is één opmerking. Een andere opmerking is dat ik het hoogst opmerkelijk vind dat het OM in het geval van een kippendief en andere moordenaars meteen de personen boeit in de rechtszaal en afvoert naar de gevangenis. Mm-hmm. En in dit geval is de OM de deftigste persoon, dan wel instantie in Suriname, aan het spelen door eerst in overleg te willen treden met de advocaten en de misdadigers. En dat is hoogst opmerkelijk. Ik bedoel, wat er moet gebeuren is gewoon, als het OM moet handelen zoals het hoort, zoals ze zelf zeggen dat het hoort, dan geef je gewoon opdracht om die mensen op te halen. Dus dit zijn wel hele opmerkelijke situaties in de naweeën van de zaak van Boutersen. We hebben er al heel lang over gedaan. Maar ik vind dat het OM nu gewoon niet te deftig moet doen, maar gewoon opdracht moet geven en niet te langdradig het volk van Suriname voor de gek moet houden, maar gewoon moet handelen. Dit zijn de twee dingen die me in ieder geval opvallen. En wat mij ook heel erg is opgevallen, dat is dan meer politiek. Maar voordat u naar politiek gaat, meneer Rancharam, u zegt OM moet gewoon handelen, meneer Boutersen gewoon ophalen. Ja, maar meneer Boutersen is niet iedereen, toch? Meneer Boutersen is twee keer president geworden. Meneer Boutersen was legerleider.
moet er niet goed afgestemd worden voordat je zo iemand ophaalt? Dan is de wedervraag waarom? Wat maakt zo'n president zo speciaal? Ik bedoel, een president is ook een mens. En blijkbaar heeft hij genoeg fouten gemaakt. Anders was hij niet door het vonnis vandaag moordenaar Poussin. Het is toch opmerkelijk dat we met twee soorten maten meten als het gaat om moord. Of misschien meerdere soorten maten. Kijk, niet alleen meneer Boutersen is veroordeeld. Er is een hele reeks aan personen veroordeeld in dit vonnis. Ja. We hebben het alleen over Boutersen, maar er zijn ook mede mensen die medeplichtig waren of gewoon moordenaars zijn in de zaak. Die zijn ook allemaal gevonnist. En het is opmerkelijk dat we dit in twee stapjes doen, of misschien nog meer stapjes doen, want als we morgen een gratieverzoek krijgen, als er morgen een gratieverzoek wordt ingediend door de advocaat van Boutersen en van die andere heren, dan wordt dus deze hele zaak opgeschort. Ik wil ook verwijzen naar een heel interessant artikel die in dit kader belangrijk is om te lezen. Dat is dat artikel van mevrouw Filia Kramp in SR Herald, waarin ze een voorstel doet om Boutersen gevangen te zetten in Brokobakka. Dat is een favoriete oord. Daar heeft hij alle geneugden die hij belangrijk vindt, want hij brengt daar heel veel tijd door. Maar ze geeft ook helder aan dat het OM en Suriname, en ook dus de president van Suriname, heeft nagelaten adequaat na te denken als men president Boutersen met fluwelen handschoenen wil aanpakken, met in een gespreid bedje met nog meer fluweel wil laten slapen 's avonds, met zijn Morello sigaretten op zijn nachtkastje, dat daarvoor zorgmaatregelen voor getroffen moesten worden en dat er dus iets bedacht moest worden. Wat gaan we met deze mensen doen? Wat gaan we met meneer Boutersen doen? Mag hij aan de Suriname rivier blijven? Gaan we met Torarica in een speciale kamer zetten? Gaan we met Marriott zetten? Of gaan we Brokobakka zetten? Dat is niet gebeurd. En daar zie je dus dat ik voorspel dat de zaak opgeschort gaat worden, want er is een reden waarom ze niet hebben gedacht aan al deze dingen. Dus dat geblaat van de president op de Nederlandse tv is wederom om de ex-kolonialist tevreden te stellen van kijk eens aan, we hebben die jongens daar in Suriname goed opgevoed. Ze gaan handelen zoals het OM hoort. En al die voorbarige mensen die hebben gezegd wat geweldig van Suriname dat ze een rechtsstaat zijn en dat de rechters zulke geweldige gedurfde mensen zijn, is allemaal bullshit, want het spel wordt in Suriname gespeeld. En dat duidt dus erop dat er geen voorbereiding is getroffen omdat er geen voorbereiding nodig was. Want er komt een gratieverzoek. Er gaat opgeschot worden en meneer Boutersen blijft rustig zijn Morello roken aan de Suriname rivier in zijn huis. Oké, meneer Vishnoudat, meneer Ramcharan die zegt van er komt een gratieverzoek. Meneer Boutersen zal dus dan gewoon zijn Morello roken. De president van de Republiek Suriname, dat is meneer Santokki, die moet gratie verlenen. Hoe kijkt u naar de situatie? Nou, ik heb het proces nauwgezet gevolgd. Mm-hmm. Als u kijkt naar de stappen die nu gezet worden, mm-hmm. dan is het hoogst opmerkelijk dat zaken nu een beetje verdraaid worden. In 2019 heeft er een veroordeling plaatsgevonden van 20 jaar. Mm-hmm. En toen was geen gevangenneming geëist. 2 jaar daarna, weer hetzelfde. Ja. Ook 20 jaar. Geen gevangenneming geëist. En daarna kreeg je te horen, als het Hof van Justitie zijn oordeel velt, zal hij het gevangen inkomen. Dus met andere woorden, er zou gevangenneming op dat moment gelast worden en hoogstwaarschijnlijk zou direct tot aanhouding worden overgegaan. Ja. Nou, u ziet nu dat het balletje helemaal omgedraaid is. Wat me ook heel opmerkelijk is wat ik heb waargenomen, is dat het vonnis van een aantal pagina's, en trouwens heel goed beschreven, reeds de volgende dag beschikbaar was. Hier in Suriname is het vaker voorgekomen dat mensen voor eenvoudige zaken heel lang op een vonnis moeten wachten. Het heeft dezelfde dag betekend, hoor. Volgens mij heeft het vonnis het OM de dag daarop bereikt. Dus dat is gisteren, donderdag. Ja. En het OM heeft toen het vonnis ook direct betekend via de deurwaarde. Ja. Maar goed, waar het om gaat is dat je dus in een rechtsstaat ook gelijke rechten moet toepassen voor een ieder.
En hiermee is er eigenlijk ook een precedent geschapen, vind ik, binnen de rechtsstaat. Want als iemand veroordeeld is voor een feit, een misdrijf, normaliter zo'n kippendief of een mayadief, die zou, voordat hij bij de rechter beland was, zou hij al in het gevangen belanden. Nou, het proces van meneer Bouters is anders gegaan. Hij was in de tijd president. Ja. Dus daar geldt een mate van, niet een mate, maar daar geldt onschendbaarheid vanwege de functie die hij toen vervulde. Daarna was hij er niet, dus toen heeft men ook op een bepaalde manier is men met de zaak omgegaan. En ja, die scheiding van de trias politica, dat is op dit moment eigenlijk verwaterd. Je ziet niet een duidelijke scheiding. Er worden uitspraken gedaan door, kijk, de rechterlijke macht die houdt zich netjes aan het protocol van een trias politica. Maar dan zie je vaak dat de uitvoerende macht wel eens uitspraken doet van een andere tak binnen de trias politica. En dat vind ik wel een kwalijke zaak, want je gaat eigenlijk ook daar precedenten schapen en je brengt het volk eigenlijk op een dwaalspoor. Je moet het OM gewoon haar werk laten doen, zoals het hoort, en dan zullen we wel de uitslag zien. Als ik bijvoorbeeld kijk naar wat meneer Ramcharan net de revue liet passeren van dat Brokobaka een mogelijke oplossing is, dan ben ik daar geen voorstander van. We zitten in een land met een economische crisis, dus we hebben op dit moment geen tijd te verliezen en ook geen financiële middelen. Want als je voor één persoon in de Republiek Suriname een locatie tot een gevang omtovert, dan ga je dat ook voor andere mensen moeten doen. Er zijn genoeg opties als je denkt aan een enkelband, als je denkt aan huisarrest en al dat soort dingen, waar mensen zich comfortabel voelen, maar waar je ook voorkomt dat er mogelijke onrust in het land ontstaat. Kijk, we moeten zaken, als je de risico's in kaart brengt, moet je zaken gaan uitsluiten. Een van de meest opmerkelijke zaken is, en dat moeten we niet vergeten, is dat in de tijd al geëntameerd werd van mensen, als dit tot een gevangenneming leidt, dat het kan leiden tot mogelijke maatschappelijke erupties. Ja. Daar moeten we terdege rekening mee houden. En op een gegeven moment begonnen verhalen te circuleren. De minister van Defensie werd ook aan het woord gelaten dat militairen onder andere ontwapend waren of tijdelijk in detentie waren genomen en al dat soort dingen. En de minister heeft verklaard dat geen enkele militair in detentie was genomen, maar dat mensen loyaal waren aan het bevoegde gezag. Maar je ziet toch dat dingen circuleren. Daarna zag je weer een bericht in een van de media verschijnen. En ik denk dat dat bericht misschien niet volledig geverifieerd is, dat men zegt dat er een mogelijke vluchtpoging naar het buitenland ondernomen wordt. Door Bouterse. Als meneer Bouterse wou vluchten, had hij dat volgens mij eerder gedaan. Ja, ja. En ik denk dat meneer Bouterse zelf, en dat is mijn persoonlijke opinie, op dit moment, op 78-jarige leeftijd, geen heibel meer in de tent wil. Meneer Bouterse wil ook een vredig Suriname. Hij heeft al zijn mensen continu opgeroepen om de lieve vrede in dit land te bewaren. Dus wij zouden mensen die eigenlijk oproepen tot onrust of whatever, zou je moeten stabiliseren, om het zo uit te drukken. Nou, daar heeft de overheid een leidende rol in. Ja. Want als je niks doet, kan dat leiden tot een spiraalwerking. Hè? En wat je ook ziet is dat, stel dat meneer Bouterse ervoor kiest om gratie aan te vragen via zijn advocaat, dan zie ik dat niet als een knieval naar de huidige politiek of naar de huidige regering. Ik zie dat gewoon als een mogelijkheid binnen het proces om daar gebruik van te maken. En als een gratieverzoek wordt ingediend, dan heb je als het ware een soort van uitstel die dan van toepassing is. Waarom zou je vluchten als die uitstel wordt verleend? Maar daar, wie zegt dat het verleend wordt? Wie zegt dat? Zolang het in behandeling is, heb je een vorm van uitstel. Ja. Maar we focussen met z'n allen op meneer Bouterse, maar er zijn nog een aantal mensen geweest in het proces. Ja. Dus dat moeten we niet uit het oog verliezen. Want als aan meneer Bouterse in dit geval gratie wordt verleend,
is het zeer aannemelijk dat de rest... Al die andere. Juist, dan is het proces ook voor niks geweest. Mm-hmm. Dus daar moet, dat is een balans die getrokken moet worden. En de president heeft zich als het ware een soort van verschoningsrecht toegeëigend. Uiteindelijk is hij degene die bepaalt wat het wordt. Wordt het toegestaan? Wordt het geweigerd? Ja? Of wordt het op de lange baan geschoven? Ja, maar met advies van het Hof, hè? En hij gaat dat, hij gaat dat opvolgen. En hij zegt nadrukkelijk dat hij het advies van het Hof van Justitie gaat opvolgen. Er is toch geen enkele rechter die gek is in dit land, die een oordeel velt. En later weer zeggen van... En zich daarna daarop gaat recallen. Dus dat is een slimme set als je het politiek-wise gaat bekijken van de president. Maar het is nog steeds belangrijk dat een president zich realiseert dat hij voor iedereen in de natie president is. Okay. Dus hij gaat daar ook zeer objectief te werk moeten gaan en hij gaat zich moeten laten informeren door alle deskundigen die met het proces te maken hebben. Dus ook het ministerie van Justitie, eigenlijk als een adviseur, gaat zomaar door. Hij gaat een gedegen oplossing moeten hebben. En wat mensen, dus de perceptie die nu in de volksmond wordt gebezigd, is dat, nou, vanuit Nederland kregen we signalen dat het vonnis uitgevoerd zou worden. Dat het vonnis al geschreven was. Hè, want de snelheid zie je ook dat het klaar was. Ja. En dat hoogstwaarschijnlijk stap 2 van gratie ook al is bepaald. Nou, ik ga op dit moment geen uitspraak daarover doen. Want anders geef ik ook een bepaalde richting aan. Maar vermoedelijk zal dat wel leiden tot het verlenen van gratie. Ja. Oké, dingen zijn heel snel gegaan bij dit proces, hoor, meneer Afsharan. Zaken zijn heel snel gegaan bij dit proces, want ik sprak vanochtend nog een jurist. En die zei van, kijk, bijvoorbeeld het hoger beroep, de zaak in hoger beroep is een jaar. Dat is snel voor zo'n zware case. Heel snel gegaan. We hebben ook gezien het vonnis, na het vonnis, het betekenen daarvan en alles, al die zaken. Heel snel. Komt dat van gratie ook heel snel, zoals meneer Fischen dat denkt? Nou, dat van gratie. Ik ben het eens hoor met wat Robert net allemaal uiteenzette. Ik denk dat zijn scenario zoals hij die beschreven, dat die zeer plausibel zijn. Dus dat is heel redelijk en goed bedacht. Ik ben het helemaal eens ermee. Kijk, het gaat nog sneller komen dan we denken. Okay. En het gaat ook, het mag geen verrassing zijn, omdat er al eerder hierover is gesproken, er is hierover gespeculeerd. En laat me u zeggen, had ik met grote mate van zekerheid uit mijn intelligence, wist ik al dat hij wel veroordeeld zou worden, maar dat er geen gevangenneming zou plaatsvinden. En ik kan u vertellen dat de bron die ik heb gebruikt, is niet zomaar een bron, ik ga die prijs geven, maar zo'n vonnis schrijf je ook niet 5-12. En je schrijft het ook niet alleen. Je schrijft het met de politiek, omdat het een politiek proces is. En kijk, in het recht hebben we zoiets als rechtsrealisme, waarbij de rechter geacht wordt ook een mens te zijn, en niet politiek onbeïnvloedbaar te zijn. Dat betekent dat weer tegenover het rechtspositivisme staat. Rechtspositivisme betekent wet is wet, je moet gewoon de wet uitvoeren, die man moet je oppakken en opsluiten. Maar bij rechtsrealisme, en dat gebruiken rechters om tot rechtspraak te komen, dan kijken ze naar meerdere aspecten van de situatie. We hebben dat ook gezien in Nederland, toen het OM een beslissing moest nemen, gingen ze nou wel die vader van Maxima vervolgen of niet. Toen heeft het OM in Nederland een trucje gebruikt, om ervoor te zorgen, in het belang van de wet en in slagsbelang, om die zaak niet door te zetten, omdat je anders, zoals Robert net uitlegde, een precedent krijgt, een zaak die voorgegaan is, voor andere zaken gaat, een slecht voorbeeld geeft, waar anderen in de toekomst misbruik van kunnen maken. En precies wat Robert net zegt, dat gaat er nu in Suriname gebeuren. Want ik hoef vandaag niemand op de radio, geen één moordenaar die nu in Santo Boma zit, op te roepen en hun advocaten op te roepen, om ook gratieverzoeken in te dienen namens alle moordenaars in Suriname. Dan betekent dat dus dat de postbode van het kabinet van de president waarschijnlijk ontslag gaat aanvragen, omdat hij te veel werk heeft om al die brieven te openen. Maar dat is wat er dus staat te gebeuren in Suriname. Dus al die geweldige mensen in het buitenland, in Nederland, al die geweldige gestudeerde
advocaten van meester Spong tot meester Roethoff en weet ik veel wie, die gaan hier goed gebruik van maken. En het is belachelijk dat niemand dit ziet, wat Robert net zegt. Ja. Er is een precedent geschapen. Voortaan mogen moordenaars, zodra ze veroordeeld zijn, gratie vragen. Dan houden we de president en heel het kabinet en iedereen die erbij betrokken is, 8 dagen bezig op kosten van de belastingbetaler die vermoord is door een moordenaar om gratie te verzoeken. Ja, maar de wet geeft die ruimte, toch? De kan je ook die nog, bovendien kun je dan ook nog gratie verzoeken om thuis met de enkelband te zitten. Misschien aan de Anton Drachtenweg ook nog een Morello te gaan roken bij Marriott. Het mag allemaal. Dat wordt het land Suriname nu, als we dit zo doen. Ja, maar ik zei meneer Amcharan dat er is ruimte binnen onze wet toch om gratie te vragen, aan te vragen. Maar ik wist het niet, wist u dat? Ik wist het wel, in vorige gevallen heb ik dat toen gezien, bij Meriba bijvoorbeeld. Maar wist u dat iedere crimineel die veroordeeld is in Suriname ook gratie kan vragen? Dat wist ik niet. Waarom doen advocaten dat niet? Dan moeten ze allemaal ontslagen worden of ze moeten dat geld terugbetalen aan die moordenaar. Ja, hoe kijkt u tegenaan? Want ze hebben het plan niet genoeg, goed genoeg verdedigd. Ik denk dat meneer Ramcharan eigenlijk de vinger op de pols legt dat het gaat om rechtsbeleving. Mm-hmm. Hoe ervaart men het? En hij heeft gelijk als hij zegt van in voorgaande zaken heeft men eigenlijk liggen snurken. Want ook die verdachten hebben recht op gratie. Het is best mogelijk dat vanwege de privacy die gratieverzoeken niet zijn gepubliceerd. Ja. En kijk, om dit verhaal eigenlijk kort te maken vanuit mijn zijde. Ik heb al jaren geleden heb ik gezegd, dit ding behoeft een Surinaamse oplossing. Een nationale aanpak. En ik heb altijd gezegd, ik zal nooit in het rechtsproces interveneren of iets daarover zeggen. Want de rechtspraak moet zijn vrije beloop hebben. Nu heeft de rechtspraak zijn vrije beloop gehad. Je hebt ook bepaalde nabestaanden gehad die erover hebben gesproken. Ze zijn blij dat er een vonnis is van 20 jaar. Sommigen zijn teleurgesteld dat er geen gevangenneming is gelast. De rechter heeft dat ook gemotiveerd. Mm-hmm. De rechter toetst en oordeelt. Dus dan zou het OM daarin een betere voorwerk gedaan moeten hebben. Nou, dat is dus niet het geval geweest. En want als men het beter gemotiveerd had, had de rechter dat hoogstwaarschijnlijk direct toegewezen. Maar goed, uit mijn mond heeft u nooit gehoord dat het een politiek proces is geweest. Maar nu komen er steeds meer signalen naar voren dat het lijkt op een politiek proces. Ja. Want er wordt een escape ingebouwd met referte tot de zaak Soregeta. Dus dat is de vader van koningin Maxima in Nederland, heeft het OM ook een truc toegepast in het kader van nationaal belang. Nou, hoogstwaarschijnlijk is zo'n truc ook toegepast hier in Suriname. Maar we moeten ook denken aan de oplossing. Stel dat er gratie komt, dan is er niks aan de hand. Stel dat er geen gratie komt, leef je nog steeds met een spanningsveld in dit land. Want je gaat elke dag alert moeten zijn, omdat de gevaren, de risico's die er nu zijn, niet zijn uitgesloten. Want de heer Bouters is nog steeds in Suriname. En, u heeft het gezien in het verleden, loyalisten hebben ervoor gezorgd dat hij altijd is gevrijwaard. Nou, de kans is groot dat er ook een antipathie gaat ontstaan tegen de huidige machthebbers. En dat men zich gaat verzetten. Er zijn al protesten geweest, dus het kan zijn dat zoiets een vonk is dat leidt tot verergering van de sociaal-maatschappelijke situatie. En daar moeten we wel oog voor hebben. Dus ik zeg ook, en als je goed luistert wat de rechter zegt, eigenlijk had meneer Bouters een levenslang moeten krijgen, ja. Maar gezien zijn leeftijd is voor 20 jaar gekozen. Dus de rechter neemt dat humane aspect mee in haar oordeel. Waarom zou de politiek dat humane niet meenemen in haar oordeelvorming? En dan ga ik niemand hier vrij pleiten, maar ik zeg dat het wel iets is wat uiteindelijk moet leiden tot rust in de samenleving. We hebben 41 jaar hebben we gedoogd dat er nooit iets gekomen is. Na het eindvonnis van het Hof van Justitie is er ook niks gekomen, want mensen zijn tot nu toe niet tevreden. Het merendeel wil dat hij in het gevangen belandt.
Maar wat bereiken we daarmee als dat weer tot verergering van de maatschappelijke situatie leidt of destabilisatie in het land? Dus dat zijn allemaal facetten die meegewogen moeten worden. We luisteren ook naar geestelijke. Kijk, ik heb altijd gezegd, als de rechter haar werk heeft gedaan, dan moet er een soort van dialoog komen en dan moet men gaan wikken en wegen samen met maatschappelijke groeperingen, religieuze organisaties, wat de Surinaamse oplossing is. En ik heb het al eerder voorgekoud. En ik denk dat die Surinaamse oplossing het beste is. In een proces ga je niet een ieder tevreden kunnen stellen. De nabestaanden hebben nu al een vonnis meegekregen voor de heer Boutersen. En ik denk dat er nu een verzoeningsperiode moet komen. Maar verzoening volgt dus altijd als men schuld bekent. Als je geen schuld bekent, kan je ook geen verzoening schenken. Dus misschien ook daar een middenpad wat bewandeld moet worden. Want dan zeg je van oké, we zijn nu op zo'n fase beland. Weet u wat? Ook vanuit de zijde van de tegenpartij of van de andere partij wordt er nu water bij de wijn gedaan. Ik zeg nog steeds van, ik ben onschuldig, want dat is continu gezegd. Ik ben onschuldig, de rechter heeft anders geacht. Maar je zegt, oké, bij deze bied ik mijn verontschuldigingen aan. Het woord sorry doet wonderen. Ja, spijtbetuiging. En spijtbetuiging, zodra dat geweest is, volgt het proces van verzoening. Ja, ja. En Suriname kan dit hoofdstuk afsluiten en kunnen we met z'n allen verder in dit geliefd land. Heel duidelijk gezegd door meneer Vishnudat, meneer Rabsharan. Ik wil toch, voordat u naar het politieke gaat, want daar wilt u naartoe, maar dat van gratie aanvragen, het is spijtbetuiging. Meneer Vishnudat heeft het toe uitgelegd van, weet je wat, ik ben onschuldig, de rechter heeft anders bepaald. Kan je dat meenemen wanneer je dus dan de gratie gaat aanvragen? Ja, het kan een onderdeel zijn. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik geen expert ben van gratieverzoeken, maar en volgens mij lopen er weinig rond in Suriname met die expertise. Ze zullen zich nu kapot schrijven aan een gratieverzoek. Dat bedoel ik de advocaten en de adviseurs van Boutersen. Want hoe kom je tot de inhoud van zo'n gratieverzoek? Ja. Precies wat u zegt. Wat zet je in de brief, wat zet je niet in de brief? Geef je toe, geef je niet toe? Als je het toegeeft, hoe beschrijf je het? Kijk, het zijn allemaal dingen die je niet zo eventjes doet, hè. Dus ik heb ook geprobeerd om een advies uit te brengen aan meneer Boutersen met mijn eigen versies van brieven in de vorm van gratieverzoek. En ik moet u zeggen, dat was geen makkie. Dus wat zet je erin? Dat zullen we zien. Ik ben heel benieuwd hoe een gratieverzoek eruit ziet. Nog meer, omdat ik dan voorstel dat alle criminelen en moordenaars in Suriname hun advocaat vragen of ze een brief van Boutersen kunnen kopiëren en kunnen indienen bij het kabinet van de president, zodat heel Suriname vrij is van criminelen en dus niemand meer hoeft te betalen voor al die mensen die in die gevangenissen zitten. Ja. Iemand zegt, nakarte Ramsharan, gratieverzoek al ingediend. Wow, dat is nieuws. Als het is ingediend. Dus dan weet die persoon het maar precies. Dus je ziet het, Suriname ligt alles op straat. Ja, dus dat. Kijk, de advocaat van meneer Boutersen, meneer Kanhai, heeft tot nu toe aangegeven dat hij op dit moment nog geen gratieverzoek gaat indienen. Dat heeft hij duidelijk aangegeven. Mm-hmm. Misschien heeft er inmiddels een wending plaatsgevonden, want als advocaat moet je ook het spel goed spelen. Mm-hmm. Dus mogelijk heeft dat plaatsgevonden. Als dat het geval is, zou ik zeggen, daar maakt de... in dit geval is hij geen verdachte meer, maar daar maakt de dader gebruik van zijn recht. Ja. En we moeten ons terdege nu gaan voorbereiden op wat er komen gaat. En kijken naar de toekomst. Stel, iemand heeft 20 jaar cel, heeft hij zich netjes gedragen, dan komt de persoon vaak na 2/3 deel van zijn straf uitgezeten te hebben, wordt in vrijheid gesteld. Dat is gangbaar. Ja. Overal ter wereld. Dus in dit geval zou meneer Boutersen na ongeveer 12 jaar in vrijheid gesteld worden. Stel dat hij zijn straf gaat uitzitten. Ja. Maar in de tussentijd kan op basis van humanitaire redenen ook gelast worden dat hij
ontslagen wordt uit het gevangen. Stel dat hij een bepaalde vorm of mate van ziekte ondergaat, dan is dat ook een reden om hem uit het gevangen te houden. Een ander scenario is, stel dat er een nieuwe regering in 2025 aantreedt en die heeft een heel andere zienswijze, dan hoeft hij misschien niet eens gratie aan te vragen, maar wordt hij als een martelaar weer verwelkomd in de samenleving. Maar het zou ook best kunnen, als een bepaalde politieke partij aan de macht komt, dat hij in ere wordt hersteld. En dat hij zelfs het ambt van president weer gaat vervullen. Dus wij moeten in deze... Bedoel de NDP bijvoorbeeld? Meneer Boutersen is voorzitter van de NDP. Hij is de oprichter ook van de NDP. Hij heeft volgelingen. We hebben gehoord dat er Boutisten zijn. Dus dat, zijn echt, dat is de hogere versie dan aanhanger van de NDP. En mocht het zich voordoen dat hij straks... of dat de NDP weer aan de macht komt, ja, dan is het zeer aannemelijk dat meneer Boutersen weer tot president herkozen wordt. In Brazilië hebben we ook gezien een president die in het gevangen gezeten heeft, die een bepaalde leeftijd reeds bereikt heeft. Hij wordt herkozen, hij wordt president. Hij heeft in het gevangen gezeten. Ja. Dus we moeten niks uitsluiten in het politieke landschap. En we moeten ook kijken naar de toekomst. Vandaar dat ik nog steeds zeg, bespreek met alle stakeholders binnen het landschap wat de Surinaamse oplossing is. En dat moet snel komen, zodat er berusting is voor alle partijen in dit proces. Ik wil een concrete vraag stellen aan u, meneer Vishnudat. Wordt Boutersen opgesloten? Als Boutersen 41 jaar niet is opgesloten, zeg ik op dit moment nee. Nee. Het spel dat gespeeld wordt, want de indicaties liggen er, is dat het op een politieke manier ook opgelost gaat worden. De indicaties zijn groot en aannemelijk. Laat ik dat direct daarbij vermelden. Dus dat spelletje gaat op dit moment zeer strak gespeeld worden. Waar bepaalde mensen niet in de media hoefden te treden, want... Zet is nu aan het OM, daar hoefden andere stakeholders niet op het bordes te verschijnen. Want toen de pers tegen deze personen vroeg, geef me een oordeel, zeiden ze, ze moeten de rechter nog laten praten. Nu heeft de rechter gesproken, OM moet executeren. Laat OM executeren, laten ze hun werk doen. Ja. Want elk woordje dat in de media gebezigd wordt, zorgt ervoor dat er beïnvloeding plaatsvindt. Ja. Snapt u? Dus we moeten al deze factoren moeten we meewegen. En nogmaals, laten we voor die neutrale Surinaamse oplossing gaan. Laat ons voor die neutrale Surinaamse oplossing gaan. Meneer Ramcharan, u wilde even de politieke richting op. Ja, maar niet even. Ik wilde vooral de politieke richting op, want dit is een politiek proces. Je kunt het niet anders noemen, zoals het verhaal zich heeft ontwikkeld in de tientallen jaren. Kijk, ik heb met veel aandacht gekeken naar het filmpje wat in OCR afgedraaid is geworden, maar niet is afgedraaid. Dat is vervolgens verschenen of gepost op de Facebookpagina van Desiree Delano Boutersen op Facebook. Dat heb ik bekeken en daar wordt... Met veel tromgeroffel wordt er genoemd wordt gewezen op het feit dat Boutersen heel veel goede dingen voor Suriname heeft gedaan, waaronder allerlei instituten als het SZF en zo heeft opgericht en dergelijke. Maar toen schoot me meteen te binnen, als zij daar zo trots op zijn en dat allemaal hebben opgezet voor Suriname en voor Surinamers, dan hebben ze het ook met alle kracht en macht ook weer vernietigd. Want SZF is eigenlijk compleet failliet. En dat is niet gebeurd onder deze regering, dat is gebeurd onder meerdere regeringen, waaronder de laatste regeringen van Boutersen. Dus de NDP als partij, durf ik te zeggen, heeft Suriname niet geen goed gedaan. Ze hebben zich verzet tegen het regime van Aron en zo,
ze werden padvinders genoemd. Gekrenkt in hun ego hebben ze toen de wapens gepakt. De rest is geschiedenis. En een hele vieze, vuile geschiedenis. Waarin ook Nederland niet ontzien moet worden. Maar het komt er eigenlijk op neer dat Suriname zonder de NDP in de toekomst waarschijnlijk beter af is. Ik wil ook vermelden, ik heb ook gekeken naar die, waar jij ook bij was, Gerald, dat die persconferentie in het OCR, dat was geen persconferentie, dat was een DDOSO. Zo kwam het over. En je zag Abrahams heel boos daar schreeuwen dat dit het is en dat dit de verklaring is en klaar is Kees. En je zag mensen als mevrouw Simons en Balfa en anderen, die wilden gewoon wat zeggen. Want het was een DDOSO en op een DDOSO moet je praten ook voor degene die dood is. Dan moet je niet je mond dicht doen. En dat werd dus verboden daar. Dus dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Ik denk dat de NDP aanvoelt. Ze hadden dit absoluut niet verwacht. Ze hadden niet verwacht, zo naïef als ze zijn. En zo corrupt als hun denken gevormd is. Zou je kunnen concluderen dat ze in dat corrupte denken dachten dat Bouterse de dans zou omspringen. En dus niet veroordeeld zou worden. Dus het kwam als een complete verrassing in die kliek van de NDP. En de kans bestaat dus dat de verbouwerering, dus de verbazing, een dusdanige emotionele knal heeft gegeven aan de NDP'ers, met name de top van de NDP, dat ze geen raad weten wat ze met die partij moeten doen als ze zo meteen Bouterse niet meer hebben. Als Bouterse het gevangen in zit. Of laten we zeggen, niet, gewoon om wat voor natuurlijke reden niet meer de voorzitter van de partij kan zijn. Laat staan juridische redenen waaronder het feit dat hij nu officieel moordenaar is. De NDP is dus op dit moment de facto, feitelijk, zo is het, we hoeven daar geen doekjes om te winden, een partij die opgezet is door een moordenaar en vervolgens geleid wordt door een moordenaar. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat niet een mooi imago is. Ja. Welke Surinamer wil nu lid zijn van een partij waarvan de voorzitter een moordenaar is? Dat zegt toch ook wat over jou als lid van de partij, want in Suriname heeft geen één partij een gedegen ideologie. Dus de Surinamers stemmen niet op basis van ideologie. Ze stemmen eerder zoals men stemt bij een voetbalwedstrijd. Ik ben voor Ajax of ik ben voor PSV, of ik ben voor Mungo Tapo, ik ben voor Robin Hood. Dat is Suriname. Er is geen ideologie, nog bij de VHP, nog bij NPS, nog bij ABOP, nog bij NDB. Het is een ratje toe. Dus als je het zo bekijkt, dan is de NDP nu op een compleet dieptepunt. En als Bouterse de gevangenis ingaat, en ik voorspel dat dat wel gaat gebeuren. Ik hoop niet dat de president niet zijn spierballen laat zien. Want volgens Spong heeft hij grote spierballen. Dan zou dat dus betekenen dat we allemaal, dat er een president wordt geschapen voor alle moordenaars om gratie aan te vragen. Alle criminelen, alle gevangenissen van Suriname kunnen gratie aanvragen. Dat moeten we niet hebben. En ik denk dat dat ook niet moet gebeuren. Dat gaat ook niet gebeuren. Dus Bouterse gaat de gevangenis in. En dan zit de NDP met een gebakken peren, want het is een partij die eigenlijk geen bestaansrecht heeft in Suriname. Ja, maar u zegt iets, meneer Ramcharan. Ik wil erop ingaan. U zei van welke persoon gaat lid willen zijn van een, van een partij waar een moordenaar voorzitter is, toch? De uitspraak van de rechter van het Hof, geloven, als ik tenminste de situatie zo heb bekeken, geloof de achterban van de NDP, die gelooft niet dat Bouterse een moordenaar is. De achterban van de NDP en een groot deel van Suriname zegt nog steeds van nou een politiek proces, nou gewoon de Wan Jensama of de Wan Schakelama uit. Dus dat wat u zegt, dat wie nog lid zou willen zijn van de NDP, ik weet niet als dat zo zwart-wit gezegd kan worden. Nee, het is niet zwart-wit, het is grijs. Maar je ontkomt er niet aan, of je nou de vrouw bent van Bouterse, of je nou een lid bent van de partij. Het is gewoon simpel zo dat er nabestaanden zijn van de mensen die zijn vermoord. Ja.
dat het niet, dat, men, dat de rechter en Suriname en de internationale gemeenschap niet over één dag ijs is gegaan om te beslissen of we hier te maken hebben met een moordenaar of niet. Dus die meneer of mevrouw die zo naïef is om te zeggen van ja, ik geloof niet dat Boutersen een moordenaar is, dus ik blijf lekker partij. Ik blijf lekker lid van een partij die geleid wordt en opgezet is door een moordenaar, die het land vervolgens ook nog heeft vernietigd en in een schuldenlast heeft gestort van je welste, waar de Surinamers nu pinaren. Ja, en niet nu alleen, hè. Ik ben van de generatie die in 85 weg is gegaan. Toen pinaarden we al. Mijn ouders hadden genoeg geld om brood en melk te betalen. Robert weet er alles van, want we komen uit één district, we zaten op één school, we zaten in één klas. En ik kwam ook tegen diezelfde rij waar we moesten staan om melk te halen. Een pakje melk, één pakje melk mocht je maar halen. Dat is niet gebeurd onder het Santokkis regime, onder Venetiaans regime. Dat is gebeurd onder Boutersens regime. Dat land is nu een complete narco-staat. Zonder drugs, geld, kan er niets en dan ook niets gebeuren in Suriname. Dus we moeten duidelijk zijn, we moeten niet naïef zijn. Ook die mensen die lid zijn van de NDP, moeten begrijpen dat de NDP en die hele revolutie Suriname niet goed heeft gedaan. Ze hebben misschien een paar wegen aangelegd in Ikeri, prima. Ze hebben een paar bruggen gebouwd, prima. Maar dat hebben ze niet gedaan met hun geld, met hun eigen geld of geld van hun vader. Dat hebben ze gedaan met het geld van het Surinaams volk, wat vervolgens in schulden gedompeld is. Deze partij is een partij die niet alleen opgezet is door een moordenaar feitelijk, maar het is een partij die eigenlijk compleet geen bestaansrecht heeft. Als je gewoon kijkt naar de geschiedenis, de politieke geschiedenis van Suriname, heeft deze partij geen recht van bestaan. Mm. Het is een partij die het land keer op keer de afgrond in heeft gedouwd en nu zelf in een dieptepunt terecht is gekomen omdat ze zo naïef waren om hun eigen verhaal te geloven dat Boutersen onschendbaar was en dus niet berecht zou kunnen worden. En dat is op 20 december geen fabel meer. Okay. Het is gewoon de harde realiteit. Oké. Boutersen is politiek dood? 100% dood. 100% dood? 100% politiek dood. Ik ben het niet eens met mijn goede vriend Fischnudat, met wie ik in de rij stond om pak melk te halen bij Sita Supermarkt in Ikeri. Ik ben het niet eens. Boutersen is politiek dood, die wordt nooit meer president in Suriname. Hey, ik kan nog geen comeback meer maken, zegt u? Absoluut niet, het is onmogelijk. Als dat gebeurt, Gerald, trakteer ik jullie hele team met champagne. Iedereen krijgt een fles champagne van. Is dat onmogelijk, meneer Fischnudat? Nou, ik kijk er heel op een heel andere manier naar. Kijk, men zegt bij God en in Suriname is alles mogelijk. Dus daar moeten we even rekening mee houden. Dat is ook een ideologie, hè? Waar we rekening mee moeten houden is, en dan kijk ik nu vanuit een politieke bril naar het geheel. Mm-hmm. En los van de persoon, als het nou Boutersen, Santokkis of wie dan ook geweest was, ik kijk puur naar de stoel van het presidentschap. Wij hebben meneer Boutersen 10 jaren lang geaccepteerd als president. Daar hebben zowel coalitie als oppositie profijt uitgetrokken. Als je als gewone burger verdachte bent in een zaak, word je van je job gehaald, je moet in een ruststand, want ja, je mag geen betrokkenheid meer hebben. Mm-hmm. Nou, in het geval van een president, want het staatsmanschap spreekt hier, behoeft dat ook een speciale aanpak van het proces. Want de rechter heeft zijn werk al gedaan, laat me dat duidelijk zeggen, nu is het een natraject. Dan zal je er ook voor moeten zorgen dat je reflecteert naar het verleden. Als je de mening bent toegedaan dat het een moordenaar is geweest, dan had je ook voor moeten waken dat als je de sjerp overgedraagd krijgt, het ambtsketen van de Republiek Suriname, dat je op dat moment ook een pas op de plaats maakt. Want je accepteert het presidentschap bij een bepaalde persoon. Ja. Je hebt andere leiders gehad die zeggen dat accepteer ik niet, al ben ik de nieuwe president, pas op de plaats. En dan is het de voorzitter van de Kamer of een DNA die het dan
overdragen. Dus je hebt in het hele proces heb je dat wel geaccepteerd. Mm-hmm. En we moeten leren om in Suriname ook vergevingsgezind te zijn. Dus in dit geval, wat ik al eerder zei, die speciale aanpak moet mensen niet vrijpleiten, maar die moet er wel voor zorgen dat we het vervolg van het proces goed evalueren, goed cascaderen en goed plaatsen binnen de samenleving. Want voorgaande daders, er waren volgens mij een heleboel, meer dan 15 die in het proces genoemd werden, sommigen zijn vrijgesproken, sommigen hebben hun straf niet eens kunnen aanhoren omdat ze zijn overleden. Stel dat meneer Boutersen voordat het hof uitspraak had gedaan was overleden, wat zou men dan doen? Dan was het toch ook einde zaak. Maar voor die vier andere mannen zou het wel voorgaan. Ja. Dan was had die zaak een heel andere wending aangenomen. Mm-hmm. Nou goed, nogmaals. Als je iets van je kant afkeurt, moet je principieel blijven. Van begin tot eind. Niet nu je in een bepaalde positie zit of de kaarten in handen hebt, dat je dan een bepaald standpunt gaat aannemen. Ook hier ga je dus die middenweg moeten bewandelen. Want als je in de tijd gezegd hebt, hij is de hoogste man in het land, hij is de president, dus we accepteren het, dan moet je ook nu naar een soort van acceptatiemodel gaan die voor alle partijen zorgt voor rust. Ja. En stabiliteit in de samenleving. Toch? Want we hebben altijd gezegd, en een van de factoren die in de tijd is aangekaart, want ik weet nog dat de toenmalige PG onder druk was komen te staan, mm-hmm. van als er niet een bepaald advies of traject zou worden ingeslagen, dat kon leiden tot ontwrichting van de stabiliteit in de samenleving. Ja. Dus op gronden van nationale veiligheid was er gekozen voor een bepaald traject in te zetten, mm-hmm. tot stopzetting van het proces. Ja. Dat is toen niet, heeft geen voortgang gevonden. Dus die ingezette methodieken hebben uiteindelijk bij een magistratuur die haar rug wel recht gehouden heeft, stand gehouden. Dus dat verdient zeker een pluimpje vanuit mijn zijde. Okay. Nu moeten we goed gaan kijken met z'n allen fawocetatoridis. Meneer Ramshadan, bent u nog aan de lijn? Ja, ik ben aan de lijn. Okay, u bent er nog. Kunt u meegaan met wat meneer Vishnu dat zegt, want dat is weer een andere invalshoek? Bent u daar? Oh. U bent er? Ja, hoort u me? Ja, ik hoor u ja. Ja, hoort u me? Ik hoor u ja. Ja. Nou, ik vind het een onnodig ingewikkeld verhaal van Robert. Kijk, het is heel simpel. Het OM moet nu die meneer ophalen. Mm-hmm. Of er nou wel of geen overleg plaatsvindt, dat moeten we nog maar zien. In ieder geval, het OM moet zijn werk doen. En het komt er eigenlijk op neer dat we nu verder moeten gaan met zonder Boutersen. En dat betekent dat je ook met de mensen die er nog over zijn en die ervoor openstaan, dat je nu een verzoeningstraject in moet in het nationaal belang. En daar zie ik een grote rol weggelegd voor de geestelijke leiders in Suriname, mm-hmm. naar het model van Zuid-Afrika, waarbij mensen als Desmond Tutu in opdracht van de toenmalige president Mandela tot een verzoeningstraject zijn gekomen, waarin er over en weer gesproken is. Daar noemden ze het waarheidsvinding. Nou, in Suriname is het anders gelopen. We hebben waarheid gevonden op 20 december. En dus ben ik wel voorstander van een proces waar middels dialoog met het complete Surinaamse volk, dit zou je eigenlijk op tv moeten doen, waarin er over en weer gesproken wordt over hoe men Suriname verder gaat ontwikkelen, op emotioneel niveau vooral, zodat men geen naïeve gedachtes op nahoudt dat de NDP een geweldige partij is die sowieso in het machtscentrum terecht moet komen, maar dat het een partij is die heel veel foute dingen heeft gedaan en eigenlijk zich moet gaan bezinnen. In alle rust met het liefst 0 zetels. Dat er op die manier eigenlijk een bepaald dialoog ontstaat om de goede dingen in Suriname een kans te geven. En ja, kijk, we hebben het ook gezien de afgelopen tijd. Robert die heeft zich opgeworpen als een van de initiatiefnemers van Leefbaar Suriname.
En ik vind dat dat een hele goede movement is, omdat Leefbaar Suriname ook natuurlijk dit idee van die verzoening, zoals ze dat in Zuid-Afrika noemden, Ubuntu, dat men op basis van waarheidsvindingen een dialoog aangaat en vergevingsgezind de boel weer bij elkaar leent. Ja, dat zijn goede dingen die gebeuren. Dus ja, ik denk dat het traject moet zijn. Maar even dat een NDP'er wil inkomen, laat me even die persoon toch in de uitzending laten. Daar kunnen we de discussie voeren. Meneer Marshall Oostburg, die wil iets zeggen. Meneer Marshall Oostburg, u bent live in de uitzending. Goeiedag. Goeiedag. Ja, u wilde inkomen. Ja, ik volg de discussie. Laat mij beginnen. Ik heb goed geluisterd naar Ramcharan. En ook naar de heer in de studio daar. Meneer Vishnudat. En ik ben meneer Vishnudat. En ik ga eigenlijk in grote lijnen mee met wat meneer Vishnudat zegt. Wat Ramcharan zegt. Kijk, Ramcharan vindt dus dat de NDP nooit meer aan de macht moet komen omdat NDP geleid werd door een moordenaar. Ja. Maar meneer Ramcharan, wat about de ABOP? Ik hoor u niks over de ABOP zeggen. U zegt absoluut niks over de ABOP. U praat over de 15 nabestaanden, meneer Ramcharan. Gaat u kijken, daarnaast is mee vanwege sportaal. Gaat u 86 namen lezen van militairen die gesneuveld zijn terwijl ze bezig waren hun job te doen. Conform de grondwet. Dat was een crisis. Was geen invasie. Omdat bij een invasie buitenland jouw land overneemt. Praat u daarover. Ik meen, we kennen elkaar, maar ik wil recht door zee zijn naar u toe. Kijk, ik weet dat velen baat bij hebben als de NDP er niet meer zullen bestaan. Of niet meer zal bestaan. En de hetze naar de NDP nu vind ik oneerlijk. Weet u waarom? In 1980 hebben we gehad de revolutie. We hebben daarna gehad de standvaste beweging en de 25 februari beweging. De NDP is in 87 ontstaan. En u sleept NDP mee omdat toevallig de leider van de revolutie de voorzitter is geweest van de NDP, of de voorzitter is van de NDP. Wat er nu gebeurt is, jullie doen aan een hetze voor Brokken NDP, zodat de zetels voor NDP of de stemmers ook stemt op NDP, ook stemt op andere partijen. Omdat, zowel meneer Vishnudat en die andere mannen, hebben toch ook politieke aspiraties. En ik ga er niet van uit, dat, want iedereen dat over de ABOP talk, je houdt het zeg op de NDP. Nogmaals, ik praat niet namens de NDP, maar ik geef gewoon mijn mening. De actie van gratie is een recht dat staat precies hoe de rechter conform een wetboek werkt. Zo zijn er ook meer rechten in het wetboek voor de verdachte. En gratie is er één van. Behalve gratie heb je nog ook revisie van het vonnis. Hebben jullie daarmee rekening gehouden? Je hebt nog ook revisie van het vonnis. En ik ben 100% eens met die meneer daar in de studio, meneer Vishnudat. Houd u rekening mee met wat er allemaal kan gaan gebeuren in Suriname? Ik heb vaker ervoor gewaarschuwd. Let wel. Wie is PG? Tot welke bevolkingsgroep behoort de PG? Wie is degene die het vonnis heeft laten betekenen? Tot welke bevolkingsgroep behoort die persoon? Wie is president van het Hof van Justitie? Tot welke persoon, bevolkingsgroep behoort die persoon? Wie zat aan als voorzitter van de Kamer? Tot welke bevolkingsgroep behoort die persoon? En dan moeten we voorzichtig zijn, meneer Ramcharan. En die meneer daar in de studio. Want u beiden behoort tot dezelfde bevolkingsgroep van die andere 5 namen mensen die ik heb genoemd.
Daarvoor waarschuw ik. Een stukje dominerende rol. En dan komt de president ook erbij. Want hij zou dus in feite ook graag de man zijn die gratie moeten geven. Dan komt er nu een stukje dominerende rol van één bevolkingsgroep in onze samenleving. Laten we ons daarbij constant denken op die statie. En wanneer een volk of een groep voelt dat Amana next voet dat in wat onderheeft, dan ontstaan er dingen die niet moeten. En ik praat uit ervaring. Oké. Meneer, blaf zomaar naar ISRDC. Oké, we gaan moeten afronden. Nee, Karel, kom echt maar uit. Nee, u moet afronden voor mij. In de jaren 90 heb ik de situatie van Trinidad en de situatie van Guyana goed bestudeerd, goed. En ik heb altijd gezegd, en ook door in Sernang, voor ik het weet, dat we op een persoon, of we op een persoon, namelijk Bouterse, zijn we allemaal in toom. We willen toch dat baby dan ook nodig. Oké. Jarel en die andere mensen, laten we voorzichtig gaan omgaan met deze kies. Want hij heeft zelfs aan mij dat overdeden, als we naar ons zeer. Gelukkig dat in mijn eye hebben dit deden ook zo. Want ik mag u zeggen, men was ready hoor. Onthouden jullie dat goed? Men was ready. Desondanks dat, Bouters dat in Libasani. Jullie mogen het weten en mensen die ver buiten Suriname zitten, onvoorzichtig dan een sabetaki. Because they are ready. Oké. Weet waarover ik praat. Ja, meneer Poes. Meneer Bedrijf, nou een man. Maar ik kan tegen jou. Hij noemt het Dede Osso toch. Laten we zeggen, gelukkig dat in zijn ogen het een Dede Osso was. Want. Meneer Dengels heeft het mooi gezegd. Hoe heet die man in de studio bij u? Vishnuda. Meneer Vishnuda zegt. Hoe arki. Elke dag leven mensen op dit ogenblik in vrees. Alla day. Go corina foto, esteme reina foto, evunity met tega vrouwtien dorgen met dat boy. Opmerkelijke stilte in de, op de weg, jongen. Inesino wagi. Men leeft in vrees. Oh, moet het meer een vrees leven. Meneer Osberg, ik ga je moeten bedanken. Oplossing is. Ik ga je moeten bedanken. Ik ga je moeten bedanken. Bedankt. Dank u wel. Hi, thank you. Anders gaan we verkort door. Maar meneer Amsharan, u heeft meneer Oosburg best wel getriggerd met de uitspraken die u gedaan hebt over de... Ja, Gerald, kijk, ten eerste wil ik meneer Oosburg een groot compliment maken. Want ik hou ervan als mensen zeggen wat op hun hart ligt en het ook nog netjes kunnen houden in een discussie. Dat doet meneer Oosburg. Dus ik heb hem daarom ook niet in de reden gevallen. Ik heb hem keurig netjes laten uitpraten. Je hebt dat ook keurig gedaan. Dus nu wil ik even de zaken op een rijtje zetten. Want we moeten helder denken, zoals meneer Oosburg ook betoogt. Ik wil in herinnering brengen dat toen ik met mijn vriend Vishnudat in de rij stond om een pak melk te kopen, was Brunswijk nog niet in beeld. Die mensen waar meneer Oosburg het over heeft, die zijn overleden als gevolg. Mogelijk gevolg van Brunswijkse handelen, dat is fout. Als dat gebeurd is, moet dat juridisch opgelost worden. Daar ga ik niet over. Dat ga ik niet kunnen oplossen in een radio-uitzending. Dat gaan we met z'n allen niet kunnen doen, ook al zou meneer Oosburg in deze uitzending rechter kunnen zijn. Dus dat moeten we even parkeren. Maar ik wil wel in herinnering brengen, toen ik in die rij stond, in 1981, 82, 83, was Brunswijk nog niet in play. Ja, dat was, daar waren toen... Dat was toen de revolutie en zijn maden die toen in play waren. En toen hadden ze het land ook vernietigd. Maar meneer Oosburg had ook geen brood. Hij moest ook bij zijn aardappelen halen en zijn olie halen. Dus laat meneer Oosburg dat ook inzien en toegeven dat er een reden is geweest waarom er gehandeld moest worden op een bepaalde manier. Nou heeft geen één handeling die in Suriname heeft plaatsgevonden sinds 1980, nou, ik was zelfs eerder 1975 gaan, verdient een schoonheidsprijs wat mij betreft. Want het land is sinds 1975 compleet verloederd door iedereen die het recht
en de macht had om Suriname te leiden. Ook onder deze president is het een drama. Ook onder Brunswijk als VP is het een drama. Dus ik spreek niemand vrij. En wat ik meneer Oostburg met klem wil zeggen, deze meneer Ramcharan is een Hindoestaan qua uiterlijk, maar ik ben een Surinamer qua innerlijk. En dat is wat belangrijk moet zijn. We moeten niet afgaan op hoe mensen eruit zien van de buitenkant. Want ik kan net zo goed een biertje drinken met meneer Oostburg en een dansje maken op een verjaardag en een lekkere pom en een roti eten met hem, als hij dat met mij kan doen. Dus laten we dit niet etnisch bekijken. We moeten dit ding economisch bekijken, in het belang van Suriname bekijken en in de juiste volgorde de dingen die zijn gebeurd sinds 1975 beschouwen. Bouterse is een product van 1975. Brunswijk is een product van 1980. Santokki is een product van twee kabinetten Bouterse. Santokki zou nooit aan de macht komen als Bouterse een wereldjob had gedaan. Maar dat heeft hij niet gedaan. Want die schoften die nu het land hebben verlaten en Suriname in schulden hebben gedompeld, dat waren zijn adviseurs. Dus hij heeft zich laten adviseren door verkeerde mensen. Daarom zit Suriname nu in de put en daarom zitten we met Santokki. Dus daarom zeg ik, we hebben een ander soort leiderschap nodig. We hebben andere aanpak nodig. Want als je hetzelfde doet, moet je niet verwachten dat je een ander resultaat gaat krijgen. Dat gaat niet gebeuren. En daarom wil ik een beroep doen, vooral op mensen die wijs zijn als meneer Oostburg. Die ervoor kunnen zorgen dat er geen gekke dingen in het land gebeuren. En als ik zeg dat het Dede Osso was, dan meen ik het. Dat is mijn mening. Het is ook een Dede Osso. Ik kan me voorstellen dat als je veroordeeld wordt en tot moordenaar uitgemaakt wordt en 20 jaar de gevangenis in moet, dat iedereen teleurgesteld is. Dus wat is er daar mis mee? Maar nogmaals, laten we de dingen in de juiste volgorde zien. Ja. 1975 heeft veroorzaakt dat Bouterse aan de macht is gekomen. 1982 heeft veroorzaakt dat Suriname een drama van een land werd. Dat er drugs nodig was om het land op te bouwen. Om nog iets te kunnen eten en drinken in Suriname. Het resultante van al die jaren slecht beleid is dat president Santokki aan de macht is gekomen. Of hij nog Hindoestaan is of Javaan is, dat maakt niet uit. Hij is aan de macht gekomen als reactie op 10 jaren wanbeleid van Bouterse. Okay. Dus we moeten ervoor zorgen dat we voortaan goede leiders kiezen in Suriname. Met een goed verhaal, maar vooral een onderbouwd verhaal. En geen Larry Cook verhaal met beloftes en dergelijke. Want ik heb goed gekeken naar die film die ze in Auxerre zouden laten zien, maar niet hebben laten zien. En uit die film kun je halen dat dezezelfde Bouterse, die alle goede bedoelingen had, precies deed wat ze voor 1975 deden en na 1975 tot 1980. Dus daartegen waar hij zich heeft verzet, heeft hij zelf gedaan. Okay. Hij heeft het land nog meer de put in geduwd. Oké, meneer Ramcharan, we moeten afronden. We moeten afronden. Meneer Fischen, tot slot, wat geeft hij mee? Houdt u even aan, meneer Ramcharan, tot slot. Nou, ja. Ik heb ook goed geluisterd naar meneer Oostburg. Dat van de etnische snaar vind ik minder. U heeft gezien, in al mijn interviews heb ik een nationale elan overgebracht. En dat ga ik gewoon vasthouden. En ik wil zelfs bij deze aanbieden, want meneer Oostburg zegt, het heeft een haartje gescheeld of het was anders gelopen. Ja. Als zij op dit moment niet de lijnen hebben voor communicatie, dan wil ik me opwerpen als vertrouwenspersoon om wel die lijnen te tot verbinding te brengen in nationaal belang. Dus bij deze is het eigenlijk een boodschap naar meneer Oostburg. Mocht hij informatie hebben wat niet goed gecommuniceerd kan worden, dan werp ik me op als intermediair, confidentieel, om zaken in Suriname toch op een nationale manier op te lossen. Ja, we kunnen veel verder gaan met de discussie, denk ik zo. Maar we moeten naar een ander item, ja. Vind ik heel jammer. Maar we hopen u volgende week misschien weer hier te hebben, meneer Fischer. Dat kunnen we over die andere zaken praten. Kunnen we die afspraak maken? Als de media mij benadert, en het maakt niet uit wie dat is, sta ik altijd de media te woord. Okay. Want dat is transparantie en dat is communicatie. We checken het vertrouwen, Kiet. Dank u wel. Meneer Ramcharan vanuit Nederland, dank u wel voor uw tijd. En ik denk dat wij met elkaar een hele mooie uitzending van hebben gemaakt. Dank u wel. Is hij nog daar? Ja, Gerald, de verbinding is slecht, maar ik groet jullie ook. Fijne feestdagen. Mm-hmm. Fijne feestdagen. Ja, Gerald? Ja.
Ja, ik wilde jullie allemaal fijne feestdagen wensen. En ik hoop dat meneer Oostburg zijn voorspelling niet uitkomt. Want er komen juist mooie dagen aan. Dus daarom vind ik het ook jammer dat het proces zich heeft voorgedaan of voltrokken op 20 december. Want als er gekke dingen gebeuren, dan gaat iedereen het merken. Ik hoop het niet. Dus ik doe een beroep op meneer Oostburg dat hij de situatie daar ook een beetje onder controle houdt. Want daar is hij bij machten. Dank u wel. Fijne feestdagen. Hetzelfde ook voor u. Dank u wel. Mooi, en zo hebben wij dus dan vanuit Nederland gesproken met de heer Ramcharan vanuit Suriname. Onze eigen meneer Vishnudat. Dank u wel nogmaals voor het willen komen. Absoluut. We gaan eruit. We zijn later met meer nieuws op DTV. Blijft u kijken. Hier wordt televisie op een andere wijze gemaakt. Tot dan.